En de mensen die je exposed, ken je ze persoonlijk ook? Of zijn het gewoon... Niet meestal persoonlijk. Kan ook, zijn er bijvoorbeeld ik zit op verschillende apps zoals Walkie Talkie, House Party, Clubhouse, Hubo. Via dat soort apps zie ik ook mensen gewoon die ik nog nooit heb gezien. Die bijvoorbeeld, die doen wel aardig tegen mij. En ik ken ze dan niet persoonlijk, want daar maak ik het wel op. En jij wil gewoon dat zij geëxposed worden? Kijk, weet je wat is? Ik wil niet, zeg maar, dat ze fysiek leed krijgen ervan. Maar gewoon wel dat ze in hun achterhoofd hebben wat ik heb gedaan, kan niet. Snapt u? Maar je hebt de aflevering gezien die ik de afgelopen 2 weken gemaakt heb. Je ziet wat voor schade dat zo'n meisje aanricht. Ja, dit is misschien niet fysiek, in eerste instantie ja, dan. Emotionele schade, ja. Ja, dat is toch net zo erg? Ja, ik vind fysiek schade wel erger. Meestal houden meisjes ook niet zo erg emotionele schade eraan over. Een 13-jarig meisje is gewoon 2 maanden geleden gewoon van een flat gesprongen. Ja, dat klopt. Ja. Ja, nou, dat begon dus met exposen. Ja, maar dat soort dingen vind ik ook wel gewoon te ver gaan. Zeg maar, zo ver uit de hand loopt, hou ik maar gewoon vanaf. Maar toch spreek ik even mensen en die zeggen allemaal tegen mij voor exposen en haat en mensen opjutten. Dan moet je toch echt bij die klootzak zijn. Younes Ouali moet je hebben. Ja. Komt omdat de meeste mensen echt, simpel gezegd, dom zijn. Dus als je aan de meeste mensen ook vraagt, wat is exposen? Ze snappen dit hele woord niet. Ik ben pas een exposer als ik, zeg maar, persoonlijke dingen van jou die uitgelekt zijn, verder deel. Of dat ik, zeg maar, persoonlijke dingen van jou krijg via iemand anders en dat naar buiten breng. Dan ben ik een exposer. Je hebt heel veel TikTok-filmpjes, je hebt wat andere filmpjes van mensen op jouw Instagram-pagina. Hier heb je bijvoorbeeld deze mevrouw. Deze mevrouw is aan het dansen hier. Dit is geen jonge meid van 14. Dit is een mevrouw van, weet ik veel, in de 30 of zo. Yeah. Wat is daar mis mee? Waarom post je dit? Daar wil ik wel toch wel benieuwd naar. Maar wat doet zo'n vrouw dit dan? Dit is een moslima. Ja. Begrijp je? Kijk, wij... Maar wat doet ze fout dan? Ja, dat leg ik even uit. Ja. Voor jou doet ze niks fout, voor jullie allemaal niet. Maar ik denk niet vanuit... zeg maar hoe jullie denken. Ik denk vanuit de islamitische kader. Begrijp je? Dus op het moment dat jij als vrouw zijnde je bedekt als een moslima en je gaat dit soort dingen openbaar publiceren, dan gaat het tegen de islam in. Dan ben je eigenlijk aan het spotten met ons geloof. En dat zal jou waarschijnlijk niks doen, maar mij wel. En wat ik dan doe, dan gebruik ik mijn vrijheid van meningsuiting, want zoals je zag, er zit geen belachelijke tekst bij of wat dan ook, om dit, zeg maar, aan de kaart te zetten van, hé, luister, als je wilt dansen, als je gek wilt doen, prima. Maar betrek dan de islam er niet bij door een hoofddoek te gaan dragen en een hijab te gaan dragen. Ik vind dat echt, ik vind dat, zeg maar, beledigend naar mijn geloof toe. Je zegt, ik zet een hartje eronder en of ik heb eentje gezien waar je zegt van, nou, die zal wel een grote schoenmaat hebben of zo, terwijl je eigenlijk doelde op de borsten. Maar is nee, dat niet... op de schoenen, man. Die had hele grote schoenen. Ja, die had hele grote schoenen, ja. Nee, maar door dat soort teksten eronder te zetten, is het niet... Dus je pleit jezelf gewoon vrij, want je weet echt heel goed wat die mensen die jou op Instagram volgen, dat zij gewoon hun gif gaan op loslaten. Nou, dan moet je het gewoon bij de feiten houden en bij de reacties. Ik gaf net ook al aan, de reacties zijn, zeg maar, niet allemaal hetzelfde. Het is niet gif. Het is niet eenrichtingsverkeer. Dus je hebt mensen die het ermee eens zijn. Ja. Je hebt mensen die het er niet mee eens zijn. En je hebt ook mensen die het trouwens helemaal niet boeit. Weet je wel? Waarom zet je dat daarop? Ja, omdat ik dan, zeg maar, gebruik maak van een soort concept hier in Nederland wat telkens minder en minder wordt. En dat is vrijheid van meningsuiting. En waar houdt dan vrijheid van meningsuiting voor jou dan op? Ik vind dat vrijheid van meningsuiting ophoudt wanneer je, zeg maar, iemand echt, zeg maar, lastert. En die Telegram-groepen, hoe zou je die kunnen omschrijven? Hoeveel zijn er überhaupt waarvan jij weet? Ik zit er nu namelijk eigenlijk in 20 groepen. 20 groepen? In 20 groepen. En dan moet je je goed voorstellen ook dat er in per groep meer dan 15.000 mensen tot 20.000, 30.000 mensen in zitten. Heb je wel eens foto's doorgestuurd? Heb je zelf foto's van meisjes erin gegooid? Ik heb in die video wel eens een keer een meisje exposed. Dat was een hele domme fout van mij gewoon geweest. Ik heb met haar gewoon rond de tafel erover gezeten. Eerlijk gezegd dat ik het was, omdat ik het later, omdat ik erover nadacht, dacht van, ja, het is niet goed wat ik deed. Want ik heb dat meisje echt gewoon kapot gemaakt. Zo kan ik het gewoon noemen. En toch had ik gewild dat het anders liep. En wie was dat meisje? Kende je haar of niet? Ik kende haar. En waarom? Jaloezie, wraak. Dat zijn vooral de dingen eigenlijk die je hebt als je jong bent. Dan denk je niet na zo van over privacyfoto's. Dan denk je maar, weet je wat, ik gooi het er maar gewoon op. En later kom je erachter dat het best wel dom is.
Maar je zegt jaloezie, haat. Wat deed ze dan fout? Het heeft mijn hart gebroken, weet ik gezegd, meneer. En als je hart gebroken is, dan doe je rare dingen eigenlijk. En dan zulke dingen doen wat ik deed, dus is natuurlijk niet, hoort natuurlijk niet door de beugel. Dat is niet goed. Maar daar heb ik nu wel natuurlijk wel van geleerd. Die foto's die gedeeld worden in die groepen, mm-hmm. Dat zijn ook foto's van minderjarige meisjes. Er worden zelfs foto's verkocht, als ik het kan of zo zeggen. Verkocht? Van minderjarige meiden. In de Dropbox. Dus, dat is ook een linkje. Daar klik je op, staat Dropbox. En dan zie je opeens allemaal foto's van de dames die eigenlijk underage zijn. Die kan je zelfs kopen op Telegram. Er zijn veel meer dingen rond. Ik heb ze bij een vriend van me gezien. Je hebt een keer zo'n Dropbox gekocht, voor de gein dan, dat dacht hij. Doe maar niet voor de tweede keer, dat is gewoon een probleem. Kinderporno? Ja, dat is gewoon een probleem. Wat voor gevoel kreeg je toen die foto's zag? Een krampgevoel eigenlijk, beter gezegd. Gewoon een gevoel dat je zo zit van, dat mensen dit echt doen. Dat mensen echt foto's inzamelen van minderjarige meiden. En dan daar eigenlijk een album van maken en dan lopen verkopen. Nee, dat is zieke geest. Dus als ik het goed heb begrepen, sommige mensen verzamelen de foto's die al op Telegram rondslingeren. Ja. En daar zetten ze gewoon, dus die verkopen ze gewoon weer door voor geld. Ja, ja, ja. En de leeftijd van de meiden maakt geen fuck uit. Maakt geen moer uit eigenlijk voor hen. Zolang ze het maar kunnen verkopen. En wat was de jongste, wat in jouw optiek dan, hoe oud was de jongste die in dat groepje, of in het bundel die vriend van jou kocht? Zes jaar oud? Zes. Jezus. Jezus. Hoeveel meiden heb je tot nu toe geëxposed? Niet alleen meiden, ook jongens. Ik denk, ik weet echt niet, zijn denk wel tientallen. Tientallen? Ja. En wanneer was de laatste keer dat je iemand geëxposed hebt? Gisteren. En wat zet je dan? Kijk, of ik ga gewoon bij liegen, gewoon bijvoorbeeld hoe het spijt voor Gram Chase of zo. Gewoon, of ik doe sowieso altijd omgeving, welke buurt je woont. Nummer doe ik er ook altijd bij en Snapchat. En altijd gewoon een leuk verhaal. Want hoe oud zijn die meiden die jij exposed? Meestal 18 plus voor. Maar soms, ik ga niet lager dan 16. Maar ik weet ook waar ik mee bezig ben. Als ik word gepakt, smaad, laster, verspreid van kinderen, ik weet waar ik mee bezig ben. Toch ga je door? Ja, ik word niet gepakt. Heb je ook meisjes geëxposed met naaktfoto's? Ja. Hoe gaat dat meestal? Dat ik zelf de naaktfoto's heb gekregen of? Ja, bijvoorbeeld. Of van anderen? Ja, van anderen meestal heb ik gewoon erop gegooid. Bijvoorbeeld iemand ex of zo heb ik erop gegooid, maar die haal ik meestal na 3 dagen of zo haal ik af. En wat heeft zij jou dan misdaan? Niks. Niks? Alleen mijn vriend heeft zich misdaan. Ik kijk wel naar de zaak, ik ga niet zomaar iemand erop zetten. Er moet wel echt een reden achter zitten gewoon die niet zou kunnen. Ben je trots op wat je doet? Nee. Maar je doet het vaker, waarom? Ja, gewoon... Ik heb niet echt reden voor of zo. Het is gewoon meer tegenwoordig. Vroeger ging je met elkaar op de feest, nu niet meer, snap je? Dus tijden veranderen en ik pas me gewoon aan de tijd aan. Jij wilt de islam beschermen? Ja. Ook al ben ik dan natuurlijk geen goede moslim, vind ik wel dat de islam zeg maar moet blijven zoals die altijd is geweest. En ik merk dat er nu een nieuwe groep aan het ontstaan is. Die de islam proberen te hervormen en een ander jasje proberen aan te doen. En ik ben het daar niet mee eens. Even los van al mijn tekortkomingen. Maar heel veel mensen waarderen het absoluut niet. Die vinden jou echt, ik ga die woorden niet eens herhalen, Younes. Maar die zeggen, joh, als die Younes doodvalt, dan zullen we alleen maar blij zijn. Ja. Hoe komt dat toch? Die haat richting jou en mensen die jou echt absoluut niet zo tof vinden zoals jij... Denk dat ze dat wel sommigen vinden. Als jij een bepaalde mening aanhoudt die niet zeg maar overeenkomt met wat de meesten vinden, dan heb je altijd haat. En ik kan daarmee omgaan. Ik vind het prima. Ik heb daar geen probleem mee. Ik weet waar ik het voor doe. Ja, maar die mensen hebben dus niet zozeer last van dat jij je eigen mening hebt. Maar die zeggen, jij beschadigt gewoon mensen. Jij maakt mensen aan het huilen. Jij maakt mensen gewoon kapot. Ja, zoals ik al zei, dat zijn gewoon een beetje idioten. Dat zijn mensen die opeens psycholoog zijn of opeens dokter en het opeens hebben over je maakt mensen kapot. Hé, vriend, als jij mij gaat vertellen dat ik iemand kapot heb gemaakt, kom dan in elk geval aan met feiten. Ja, dit is er ook eentje gewoon. Dit is ook gewoon een Telegram seks-exposed groep. Zit hier 38, ik bedoel 83, 83.754 mensen in. En dan worden hier allemaal verschillende. Kijk hier, goede kech uit Roffa's. Ik kan
dingen doen en dan staat een nummer bij. Jezus. En ja, het wordt gewoon gedeeld. Dus kom je hier gewoon. Maar ook hier het telefoonnummer van een meisje. Snapchat. Snapchat, alles. Alles. En dit is nog maar net. Dit is allemaal nog net gestuurd. Ja, precies. We kijken de tijd. Ja, 2 minuten geleden. We zijn net exposed. Dus haar hele leven is weggegooid. Die wordt nu denk je plat gebeld? Ja, ja, die wordt plat gebeld. Helemaal. Heeft een nieuw nummer nodig, alles. Misschien nog zelfs een nieuwe woonadres. Ik weet het niet. Maar het gebeurt zeker. Ja, want sommige mensen zetten ook waar diegene woont. Hè? Ja, 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 ja. Hoe doen ze dat, denk je? Om diegene helemaal zwart te maken. Om diegene gewoon eigenlijk levensduur te maken. Vinden ze leuk. Wat doen de beheerders van de groepen om dit tegen te gaan? De beheerders van de groepen die zetten eigenlijk van tevoren, als je groep ingaat, eigenlijk bepaalde punten neer. Zoals geen expose van minderjarigen. Geen foto van misschien bekende. Dat zijn eigenlijk regels van tevoren, maar niemand houdt zich aan die regels. Maar grijp je wel eens in dan? Nee. De enige reden waarin beheerder ingrijpt is eigenlijk als er iemand vervelend is. Of als iemand echt duidelijk foto's van vrouwen erop zet van minderjarig, dan zou het kunnen. Maar het zal niet altijd zijn. Daar heb je ook gewoon geluk bij nodig als je wordt verwijderd. Dit zijn foto's waar je over heeft. Hè? Er zijn meer dan foto's zelfs. Je kan zelfs afspraken maken. En dan misschien niet afspraken met elke leeftijd, maar je zal sowieso afspraken met seks met minderjarigen zelfs kunnen hebben. Voor te betalen. Op Telegram gewoon? Op Telegram. Ook genoeg meegemaakt. Dat mensen minderjarigen mij aanbieden om seks mee te hebben. Er staat er €40. En dan de meeste vieze mannen die gaan erop reageren eigenlijk. En ja, zo wordt het eigenlijk wel gedaan. Ik weet daar niet zoveel van. Ik weet wel dat het gebeurt. Er zijn meteen mensen die ik heel goed ken. Die kwamen op Telegram terecht. Eerst foto's en video's. En dan nu kwamen ze in contact met iemand via Telegram. Die hun wou betalen voor foto's. En die deden dat dan. En dan ga je helemaal rond Telegram. Minderjarige meisjes zeg je? Die begon als minderjarige. Nu zijn ze gewoon ook mijn leeftijd. Want ik ken ze. En die hebben er ook van geleerd. Maar die komen er ook nooit meer vanaf. Ik zie ze nog steeds. Ik zie nog steeds voorbij komen, die foto's. Maar hebben ze wel eens zo'n beheerder gemaild of geappt van joh? Nee, de meeste meiden laten het doen. De meeste meiden zijn te bang. Of die zeggen er niks over. Of die willen het gewoon vergeten. Hoe komt het, denk je, dat... ik ga het zeggen hoor. Hoe komt het dat heel veel mensen echt toch een bloedhekel aan jou hebben? En ook echt heel veel van me houden. Ook? Dat heb je altijd. Dus er zijn een groep mensen die echt een bloedhekel aan je hebben. En er zijn ook mensen die echt heel veel van je houden. En dat heeft alleen maar te maken met datgene wat je zegt. Ik heb nooit iemand in elkaar geslagen of pijn gedaan of bedreigd of wat dan ook. Dat is niet mijn ding. Maar denk het is niet echt dat je alleen maar mijn vrijheid van meningsuiting. Jij zegt dat je niemand pijnigt. Maar denk je niet dat veel van die meiden die dan op jouw kanaal terechtkomen, daar wel degelijk pijn aan hebben? Nee, ik had het over fysiek pijn, dus in elkaar geslagen. Ja, maar en als we het gaan hebben weer over pijn en beledigd voelen, dat is bij iedereen anders. Dus ik kan een veel hogere pijngrens hebben of een veel hogere grens van belediging dan een ander. Dus ik kan psychologische pijn niet erger dan fysiek? Ja, natuurlijk wel. Alleen ik kan het niet invullen. En ik weet niet wat iemand aan psychologische pijn heeft. Ik kan er niet over oordelen. Een dokter oordeelt daarover of een psycholoog. En daarom irriteert het mij. Nee, Julius, jij oordeelt wel over die meiden, want jij zet het online. Met nee, alle ik gevolgen heb het over, ik kan niet oordelen over hun psychologische problemen en over hun pijn. Daar kan ik niet over oordelen. Daar heb ik de kennis niet van. Maar zou je dan wat jij doet dan shamen noemen? Nee. Datgene wat dat meisje doet, die shamet zichzelf, zeg maar. Behalve als zij vindt dat het geen shamen is. Nou, dan is ze met iets goeds bezig en dan kan niemand haar shamen. Maar het is niet zo dat jij een belachelijke, extreme gedrag vertoont. En het vervolgens in iemand zijn schoenen gaat schuiven van hij is me verschut aan het zetten. Lieve meid, je bent jezelf verschut aan het zetten. Jouw acties leiden juist dat sommige jongeren denken, hey, die jongens die probeert de meiden aan te pakken en een lesje te leren. Weet je wat, dat ga ik ook doen. En dat zij het dan op hun eigen manier doen, door misschien op Snapchat, Telegram, Instagram. Wel die naaktfoto's gooien, wel de filmpjes van dansende meiden. En dat voor heel veel ellende veroorzaakt. Nee, want dat is juist iets wat ik constant blijf doen. En dat zal ik ook blijven doen. Ik leg elke keer uit dat wat ik doe is geen expose. En ik maak dan altijd ik geef dan altijd een uitleg. Dit is expose, daar sta ik niet achter. Dus iedereen die mij volgt, ook de jongens op Telegram, weten dit is iets wat Younes absoluut niet accepteert. Wat Younes doet, is filmpjes delen van de makers zelf.
die openbaar staat. Dus ik leg elke keer, en sommige mensen worden er ook moe van, maar blijkbaar is het wel belangrijk om het elke keer te herhalen, maak ik een duidelijke onderscheid tussen datgene wat echt fout is en datgene wat ik zeg maar doe. Je hebt gisteren voor het laatst iemand geëxposed. Ja. Stel dat diegene nu van een flat afspringt, zelfmoord pleegt. Dan zou ik me voor eeuwig schuldig voelen. Ja, maar denk je dat de vader en de moeder van diegene gaan zeggen, oh, wat tof, dankjewel. Nee, tuurlijk, dat vinden we tof dat je dat zegt. Niet. Ik zou mezelf dan ook oprecht nooit geven voor die actie. Nee, maar besef je de Ik besef de consequenties ervan. Ik besef wat ik doe. Weet die ouders dat je dit ooit gedaan hebt? Nee. Hoe zouden ze reageren, denk ik, als ze weten van nou, mijn zoon die ik op deze wereld heb gezet en opgevoed op een nette manier, want daar ga ik wel vanuit. Ja, het gaat niet over de opvoeding, want je kunt bijvoorbeeld naar mijn zus kijken, zij doet universiteit of zo, het heeft gewoon niks met opvoeding te maken. Stel dat iemand jouw zus expose en je komt dat tegen op Telegram, wat doe je dan? Ik zeg heel eerlijk, ik zou het wel erg vinden voor haar, maar eigen schuld. Had ze mij die foto niet moeten maken. Zo kijk ik daarop. Je moet gewoon nadenken voordat je een foto maakt. Kijk, weet je wat is... Ja, niemand is er echt blij mee, maar het wordt gewoon echt, het onderwerp wordt gewoon echt veel te groot gemaakt dan dat het is. Het wordt van de mug een olifant gemaakt. Snap je? Ik zou bijvoorbeeld nu, stel ik stuur nu een bericht en 3000 berichten gaan er overheen. Niemand ziet het. Maar je hebt de aflevering gezien van afgelopen week. Ja. Ik heb 8 meiden gesproken en er waren nog veel meer die ik had kunnen spreken. Maar wacht even, maar die zeggen allemaal... Ons leven is gewoon kapot. Ja, dus jij zegt nu, ze maken van een vlieg een olifant? Ja, maar kijk, als mensen uit de directe omgeving van die meiden het opvatten, ja, dan ben je gewoon nul. Maar zou jij een foto van jezelf naakt willen hebben, overal? Ja, maakt mij niet uit. Ach, kom op. Nee, maakt mij echt niet uit. Je wil anoniem op beeld, zeg maar. Je wil je gezicht niet laten zien. En dan zeg je van, ja, mij maakt het allemaal niet uit. Het maakt je wel degelijk uit. Net zoveel als het voor die meiden kijk, ook wat uitmaakt. Is, weet je wat is? Ik snap wel dat het ergens voor de meiden. Ik snap het gewoon. Maar ook voor de jongens, dat maakt niet uit. Ja, voor de jongens. Jongens expose ik niet. Je expose jongens alleen met het hele gezicht, alleen om informatie te vragen over de jongens. Maar wat ik bedoel is, van, wordt het niet tijd dat we hier met deze shit gewoon ophouden? Want ja, tuurlijk. Heel veel mensen, je hebt het gezien. Er zijn een paar jongens die zelfmoord hebben gepleegd de afgelopen jaren. Een meisje van 13 ook. En dit gaat maar door en door. Wordt het niet tijd dat dit gewoon ophoudt? Ja, ik vind het ook, kijk, weet je wat het is? Het gaat toch nooit ophouden. Ja, maar als jij begint... Kijk, als ik begin, geloof mij, kijk nu in die groep zitten, er zijn al 500 mensen exposed of zo. Het gaat nooit ophouden. Vond je deze aflevering nou interessant? Dan kun je hier beneden klikken op de andere series die ook over shaming gaan. Of kijken naar Danny's Wereld. Mijn eerdere aflevering die ik gemaakt heb over slutshaming en wat dat allemaal met de mensen doet. En nu dat je er ook bent, abonneer je ook op het kanaal.